Meneer Segers, weet u hoeveel atmosferische deeltjes ongeveer nu CO2 zijn? Dat wordt uitgedrukt in deeltjes per miljoen, hè? PPM. Hoeveel ongeveer? Misschien kunt u gelijk zeggen wat u daarmee wil. Ja, als u allerlei beetjes hier te bedden wil brengen, ja, kunt ongeveer, u dat beter gewoon, kunt u het gewoon zeggen. Gewoon ongeveer hebben we het over 1, 2, 1000, 10.000, 100.000 deeltjes per miljoen atmosferische deeltjes. Ongeveer. Gewoon even, weet u überhaupt waar u het over heeft? Weet u iets over CO2, over atmosfeer, over broeikaseffect? Kunt u een hele grove indicatie geven van hoeveel deeltjes CO2 er ongeveer in de atmosfeer zitten per miljoen deeltjes? Mevrouw de voorzitter, ik ben geen klimaatwetenschapper. Dat is de heer Baudet ook niet. Maar wij moeten afgaan op het beste weten van onze beste wetenschappers. Er is een grote consensus onder wetenschappers dat er sprake is van opwarming van de aarde, klimaatverandering, dat dat veroorzaakt is door CO2-uitstoot, door menselijk handelen. En dat als wij daar iets aan doen, dat dat positief impact heeft op biodiversiteit, op leefbaarheid. Ik moet afgaan op de beste wetenschappers en de overgrote consensus van klimaatwetenschappers. Niet op een klimaatmanifest in de Telegraaf, maar op wetenschappers die voor 97% erover eens zijn dat dit cruciaal is om nu te handelen en dat handelen verschil maakt. Nee, meneer Baudet, spijt me zeer. Meneer Baudet, gaat u verder, meneer Segers. Mevrouw de voorzitter, als 97% van de ingenieurs in, noem eens wat, een stad als Genua zegt dat een brug gevaarlijk is, dan kun je zeggen dat er nog 3% die daar wat anders over denkt. Maar dan is het toch buitengewoon verstandig om op die 97% af te gaan. En die brug niet over te gaan en die brug te vervangen. Je moet afgaan op het beste weten van de experts. Die zijn wereldwijd. Ja, mevrouw de voorzitter, er zit hier iemand dwars doorheen te praten. Ja, maar dat probeer is niet de bedoeling. Ik zou zeggen, gaat u verder. De beste wetenschappers wereldwijd zijn bijeengebracht in het IPCC, in dat panel. Dat is een consensus. De heer Baudet die weet van een paar klimaatwetenschappers die daar wat anders over denken. Als dat een kleine minderheid is, is het buitengewoon onverantwoord om af te gaan op die kleine minderheid, daar waar de risico's zo groot zijn voor biodiversiteit, voor leefbaarheid, voor droogte, voor te veel regen, te weinig water. Al die risico's die nemen wij, niet alleen voor uzelf, ook voor uw kinderen en kleinkinderen. Ik stel voor dat u verder gaat. En al zou meneer Baudet het niet geloven, al zou hij dit niet geloven, al zou hij andere wetenschappers hebben of heel veel waarde hechten aan een klimaatmanifest in de Telegraaf waar geen enkele klimaatwetenschapper onder stond, die met informatie kwamen die al vaak is tegengesproken, al zou hij dat allemaal wel geloven en de grote consensus niet geloven, dan nog zijn er goede redenen om je in te zetten voor een goed klimaatakkoord. Wilt u verder gaan? Ik doe dat gaan, en ik ga niet gewoon meer op de heer Baudet. Ik refereer voorzichtigjes aan hem, maar terwijl hij zo nu zo naar zijn plaats teruggaat.